Oh ja. Dit pak als ik trek heb in chips. Het is een M. De rok is een M. Hallo allemaal. Het is vandaag maandag. Ik ben al de hele dag aan het chillen in de tuin. En gisteren Awakenings geweest. Ik wilde dus echt super graag filmen voor jullie. Maar ik had er gewoon echt even geen behoefte aan. Ik wilde heel graag een vlog erover maken, maar ik had geen zin om te filmen. Dat is het een beetje. En ik zou ook een Get Ready filmen met Fleur. Dat is ook mislukt, want we waren die avond ervoor uit geweest. En we waren dus super brak in de ochtend. Dus we moesten echt fucking erg haasten om klaar te maken. Dus hebben we niet gered. Maar we Get Ready houden we eventjes. Houden jullie van ons goed. Die gaan we even binnenkort opnemen. Voor een ander feestje. En ja... Vandaag lekker uitgebrakt en vanavond ga ik eindelijk Jani weer ophalen. Hij is 9 dagen weg geweest. Echt gewoon 9 dagen te lang. En ik kom vanavond eindelijk weer terug. Dus ik ben weer blij dan. Ik vergeet elke keer echt te vroegen. Ik ben vandaag dus de hele dag in Drievliet geweest met mijn neefje Jeek en mijn neefje Biba. En dan een vriendin Charissa met haar broertje en zusje. Het was echt fucking warm, maar het was wel gewoon leuk en gezellig. Dus kindje hebben goed geluisterd, dus het was wel gezellig. Ik ga nu die kleine afgooien bij mijn tante. En dan ga ik naar Jani toe gaan we samen lekker naar het strand toe. Ik heb als topje een badpak aan. En die loopt door naar onder. En dan dit broekje eroverheen van de Zara. Gewoon lekker zo'n los zwart broekje. Dat! Vond je het leuk vandaag? Nee. Nee? Leugenaar. Jij bent een leugenaar. Oh, nou dankjewel. Jij mag niet meer meedoen. Oh, ik mag niet meer meedoen. Nou, dan gaan we nooit meer hoor, als je het niet leuk vond. Dan gaan we nooit meer wat leuks doen. Nee. Oh. Het is donderdag vandaag en er zijn echt een heleboel dingen die ik wil gaan doen vandaag. Want ja, er zijn ook een heleboel dingen die ik moet doen. En elke keer uitstel. Ik moet een TikTok maken, ik moet al mijn mailtjes checken, ik moet mailtjes versturen. Ik moet even mijn samenwerking op een rijtje zetten, ik moet naked spullen uitzoeken. Ik wil jullie nog mijn Shein-bestelling laten zien. Ik moet mijn Zara-bestelling afronden. Administratie op orde brengen. Foto's maken voor mijn jewelry. En nog een mailtje sturen. Dus ja, en ik wil ook nog sporten. Hè? Want ik ben vanaf vandaag weer begonnen met sporten. Tenminste, ik ga zo meteen beginnen. En ik wil eigenlijk proberen bijna elke dag te gaan sporten vanaf nu. Tot aan Ibiza. Ik hoop dat het lukt. Ik denk het niet. Maar goed, we gaan het proberen. Ik ga me nu even omkleden. En dan naar de sportschool. Ik kom dus net uit de douche. En ik heb even mijn haar gewassen. Maar ik heb dus een pakketje binnengekregen van Shein. Ik had gisteren al kort mijn badpak laten zien aan jullie. Die ligt nu dus in de was. Maar die is ook echt fucking mooi. Ik heb ook dit topje binnen. Die je zo kan strikken. Ik vind hem echt heel erg leuk met zo'n open rug. En ik heb ook dit rokje erbij besteld. Het is geen setje. Ik heb het gewoon los van elkaar besteld. Maar ik vond het wel een leuk simpel rokje. Gewoon voor extra erbij. Dus ja, dat zijn deze twee. Ik zal even een linkje zetten in mijn beschrijving. En dan heb ik nog deze bikini. En die kan je op verschillende manieren dragen. Ik heb hem nu
de touwtjes zo naar beneden gestrikt. Maar je kan ze zeg maar ook zo naar je nek strikken. Het is maar wat je leuk vindt of waar je zin in hebt. En er zit dus ook zo'n rokje bij. Maar ja, die hoef je natuurlijk ook niet te dragen. Dit is het bikinibroekje die erbij zit. Dus ja, dit is wel echt een heel schattig setje. En ik heb een leuk jurkje die ik er ook nog overheen kan doen als ik naar het strand ga. Kijk, dit is het jurkje wat ik er dan overheen kan doen. Het schijnt, ja, het valt wel allemaal een beetje laag. Maar het is dus ook echt gemaakt om een bikini nog onder te dragen voor als je naar het strand gaat. De achterkant is helemaal open en ik kan hem hier eventueel nog optrekken. Maar ja, dat vind ik niet echt nodig. Dit is echt mijn favoriete ding wat ik heb besteld bij Shein. Zo'n jurkje is echt perfect om naar het strand te gaan. Oké, let even niet op wat ik allemaal bij elkaar draag. Maar ik heb hieronder ook nog zo'n rok die je over je bikini in kan slaan. En ik vind het zelf niet super leuk, maar het is wel echt heel erg handig. Dus die heb ik ook nog daar vandaan. Hij gaat wel alleen heel snel in de kreuk, dus dat is wel jammer. En dan daarboven heb ik nog deze bandana. Ik heb hem nu geknoopt als topje. Maar dit ding kan je natuurlijk ook in je haar doen als soort van piratenkapje. Maar deze zijn wel echt heel erg leuk. En deze was echt heel cheap. Echt maar 3 euro of zo. Ik heb hem nu ietsjes ingekort en dan een topje. En als laatste had ik dus nog mijn badpak. Alleen die zit al in de was. Dus dat waren een beetje mijn items van Shein. Oké, ik ben weer mijn camera vergeten. Ik film maar even met mijn telefoon. Want anders heb ik nooit content. Fleur en ik zijn lekker in de duin foto's aan het maken. En we gaan nu uitduinen. Tocht. Goedemorgen jongens. Ik zie eruit. Dat is niet normaal. Ik ga wel sporten. Heel goed voor mij. Op deze vroege ochtend. Maar ik kan echt niet wachten tot ik weer wimpers heb. Want ik zie er nu echt niet uit. Ik film weer trouwens met mijn telefoon. Weer mijn camera vergeten. Ik moet echt gewoon beter gaan vloggen. Maar het valt me best wel zwaar deze paar weken. Vooral omdat het vakantie is. En dan vergeet ik het echt snel. Oké, ik ben terug van sporten. En ik heb echt heel erg lekker getraind. Mijn camera staat niet echt scherp. Ik ben eerst even een kwartiertje, 10 minuten ben ik gaan fietsen. Toen daarna ben ik een beetje bovenlichaam gaan doen. Dus ik heb een beetje, ja, ik ging bankdrukken, shoulder press. Een beetje met die gewichten zo heen en weer. Met bovenlichaam weet ik nooit zo goed wat ik moet doen en hoe alles heet. Maar goed, ik dacht ik ga even een ding maken voor jullie. Want ik ga namelijk deze week, komende week, nog echt super veel sporten. Dus ik ga even mijn lichaam laten zien nu. Ik heb nu 2 keer gesport. En dit is nu mijn buik. En ik wil echt dat mijn buik, nou ja, platter hoeft niet per se, want hij is best wel plat. Maar meer taille. Dus ik wil zeg maar dit, wil ik slanker. En ik weet niet of dat gaat lukken met sporten of dat dat gewoon je bouw is. Maar we gaan het proberen. En ik ben dus nu ook weer wat gezonder aan het eten. Dus ja, dit is echt alweer poging duizend, zoals jullie weten. Maar goed, elke keer dat ik een poging doe, zijn wel weer een paar dagen ook gezond leef. Dus ja, ik ga nu even lekker eten voor mezelf maken. En een pakketje openmaken van Body & Fit. Want dat heb ik binnengekregen. Ik heb dus echt een fucking grote doos binnen. En ik denk dat het komt doordat ik allemaal etensdingen heb besteld. Ik heb dus echt fucking veel van die zakjes chips besteld. Ik weet namelijk dat ik gewoon 's avonds niet gezond kan eten. Dus kan ik beter maar chipjes nemen die dan iets gezonder zijn. Ze zijn iets minder vet. En er zit heel veel eiwitten in. Dus dat is ook wel voordelig. Ik denk dat het hierin zit. Ik ben zo benieuwd hoe het ook smaakt. Ik heb dus 8 of 12 of zo. Ja, 12 barbecue chipjes. En 12 chili, volgens mij. Sweet chili. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het smaakt. Dit zijn in ieder geval de zakjes. Oh nee, dit is popcorn. Ik heb ook nog popcorn besteld. Ik dacht even proeven. En er zitten dus minder calorieën in. En minder suiker en meer eiwitten. Ik ga deze even openmaken. En dit zijn dan die chipjes.
En dit is trouwens niet gesponsord. Ik heb dit gewoon zelf besteld omdat ik heel erg benieuwd was. Maar het lijkt een beetje van die Poppit chippies. Die heb ik ook wel eens op werk gegeten. Die zijn best wel lekker. Dus dan kan ik voortaan gewoon dit pakken als ik trek heb in chips. In plaats van slechte chips. En dan heb ik ook nog van die proteïne bars. Ben ik ook heel erg benieuwd naar of dat lekker is. Ik heb deze gehaald. Ik ga die zo even proeven. En dan heb ik nog twee losse. Ik dacht, ik bestel nog twee losse erbij, kan ik die ook proeven. Dit is White Chocolate Almond van Barwell. En dit is ook van Barwell's hazelnoot en noga. En dit zijn van die proteïnerepen. Dus lekker veel eiwitten en weinig suikers. Tenminste, geen toegevoegde suikers. Oké, en dan heb ik nog pre-workout. Ik heb altijd deze C4 en dan in Blue Raspberry. Icy Blue Raspberry. Die vind ik echt het chillste. En als ik soms moe ben of echt geen zin heb, dan neem ik gewoon even zo'n scoopje. En dan ga ik toch wat beter sporten. En als gratis cadeautje kreeg ik dus dit erbij. Multi Woman. Het zijn vitamine tabletten. En ja, ik ga die gewoon nemen. Waarom niet? Kan nooit. Ik ga lekker een broodje maken met sla, komkommer, tomaat, avocado en kip. En met een sausje van Griekse yoghurt en chilisaus. Echt een aanrader, is best wel gezond. Chilisaus niet, maar de Griekse yoghurt wel. En de rest van het broodje ook. En voilà. Dit is echt hemels. Heerlijk. Het ziet er niet zo mooi uit, maar dit is echt super lekker. En we zijn beland op het strand. Het is vandaag zaterdag 6 augustus. En ik ga vandaag naar de Gay Pride. Mijn vader is vandaag jarig. En we hebben eigenlijk elk jaar altijd zo'n boot langs de gracht gehad. En dan hadden we daar feest met echt allemaal vrienden van mijn ouders, vrienden van mijn zus, allemaal stellen. Dit jaar ging dat helaas niet door. Dus we wilden eigenlijk niet meer gaan. Maar ja, mijn vader die was jarig vandaag. Dus toen dachten we, weet je, we gaan er gewoon nog steeds naartoe. En dan gaan we gewoon langs de kade staan. En dan gaan we daar mijn vaders verjaardag vieren. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb vandaag dit simpele topje aan van de Zara. Met deze broek van de Zara die net eventjes te groot is. Hij zit hier best wel een beetje los. Dus ik twijfel nog of ik hem aanhoud. Maar in ieder geval heb ik dit tasje erbij. Ook van de Zara. En deze oorbellen zijn van Keir. Ik heb geen idee waar die van zijn. Dus Keir, als je dit ziet, ik breng ze binnenkort terug. Heb je er zin in? Ja. Zoveel zin in. Oeh. Nou, we hebben gewoon een heel eigen huisje. Mooi badkamertje. Kijk, en een mooi bedje. Prima. Bankje erbij. Nou, heeft mijn moeder goed geregeld voor ons. Op zijn hoofd gooien. Ja, die lag om half 2 aan het nest. Boom! Het was zo'n lange dag, hè? Maar het was bij Bloemenbeppie. Het is vandaag zondag, jongens. En we zijn eindelijk thuis. En ik heb er alweer een hele dag op zitten. We hebben echt heel veel gechilled in de tuin. Lekker buiten gezeten en nog een beetje soort van mijn vaders verjaardag gevierd. En lekker gegeten net met familie. Nu ben ik eventjes mijn grote Zara doos daar zo aan het uitpakken en aan het passen. Ik heb dus heel veel besteld met Afterpay of met Klarna. En ik ga dus eventjes alles passen hier en dan kijken wat ik ga houden. Dus ik wil dat even aan jullie laten zien. Allereerst heb ik dus dit jurkje aan van de Zara. En
Hij is wel een beetje kort, maar dit is echt zo'n perfect jurkje voor naar het strand of je bikini. En, oh, een beetje overbelicht. En ik vind het echt een hele mooie kleur. Ik heb dit in de maat S en hij is 29,95. Heel erg leuk. Dan is dit de volgende jurk. En deze vind ik wel echt super mooi. Hij is ook maar 22,95. En ik heb hem in een maatje S. En ja, ik zal hem even zo filmen. Kijk, het is best wel een lange jurk. Dus ik denk dat het heel erg leuk staat met hakken eronder of zo. En hij zit best wel strak. Ja, ik vind hem echt heel mooi. Ik heb hem in een S'je. Maar het is wel echt net aan. Hij zit wel echt heel erg strak. En met aankrijgen is het wel gewoon even proppen. Maar ja, ik vind hem echt super mooi. En dan heb ik nog een bikini. Dit is het topje. En die kan je dus zo draaien. En het broekje die kan je dus ook verstellen. Dus dat is wel echt heel fijn. En deze heb ik ook allebei in de maat S. En volgens mij het topje was 19,95 en het broekje was 17,95. Dus bij elkaar voor minder dan ongeveer 40 euro heb je een superleuk bikini. Dan nog een leuk zwart setje. Ik was helemaal vergeten dat ik dit had besteld, maar ik vind het wel echt super leuk voor Ibiza. De top is helemaal open rug en de rok is een beetje lang en ja, echt heel erg mooi. Ik vind het echt een super leuk set. Ik weet niet welke maat het zijn. Ik ga even kijken. De rok heb ik in een maat... Oh, er staat niks op. Heel raar. Zo even in mijn telefoon kijken. Het topje heb ik in ieder geval in maat M. En die is 22,95. De rok heb ik denk ik in een S. Want hij zit best wel strak. Oh nee, het is een M. De rok is een M. Die zit echt net aan goed. Ik vind het echt super leuk met die strik ook hier. En dan die split zo. Ja, I like. Oké. Dan nu deze fantastische rok. En ik kan het niet zo goed laten zien, dus ik ga het even in de spiegel laten zien. Heel gaaf. Er zit ook een top bij. En ik dacht dus dat ik de top ook had besteld. Maar toen heb ik dus twee keer de broek besteld. Super dom. Maar ja, deze broek echt heel erg mooi. Hij is helemaal van linnen. En het enige jammer is dat hij een beetje doorschijnt. Dus ik heb geen idee wat ik eronder moet. En je kan hem ook een beetje zo doen. Dan heeft hij nog een soort van split-achtig iets. Maar ook echt heel erg leuk deze. Ik heb deze broek in een maatje S. En hij is €49,95. En I love it. Dan dit rokje. Ook echt super schattig. En die heb ik in een maat... alleen er staat geen prijsje op. Maar ik denk dat die rond de 30 euro is of zo. Dus even kijken. En bij deze twijfel ik een beetje of ik hem ga houden. Ik vind hem wel leuk. Alleen ik weet niet echt of ik het veel ga dragen. Ik weet het niet. Hij zit wel echt mooi. Het is wel echt een Ibiza rokje. Misschien houd ik hem wel. Dan heb ik nog dit oversized tuniekje. Heel leuk, maar het is wel echt heel erg warm. Het is best wel dik spul, dus ik weet niet of ik het ga houden. Zo ziet dit eruit als ik het aan heb. Wel echt super schattig. Ik heb ook gelijk deze sleehakken eronder gedaan. Die heb ik ook besteld bij de Zara. Wojo, mijn benen zijn trouwens echt fucking bruin. Maar goed, ja. Heel leuk, maar even kijken of ik het ga houden, want ik wil bijna alles houden. En het wordt wel een duur grapje. Dit tuniekje heb ik in een M. En die is €45,95. En deze sleehak, die ik dus net aan had, loopt trouwens best wel lekker. Heb ik in maat 39. Is gewoon mijn eigen maat. En dit is €55,95. Dan voor €15,95 een belly chain. Ik moet hem alleen even zien los te maken, want dat gaat niet heel gemakkelijk. Nou, daar komen we. Ik ben altijd alleen wel heel bang dat als ik dit ergens mee naartoe neem, dat het gewoon helemaal in de piskreukels zit en dat het kapot gaat. Dus ik hoop dat dit wel een beetje goed zit. Oké, I got it. Dit is wel super leuk als je een bikini aan hebt.
een half uur verder, maar hij zit. En ja, ik heb nu een beetje plofbuikie, maar ik denk dat dit wel heel erg leuk staat. Vooral ook over een bikini. Echt heel leuk voor strandfeestjes of iets. Dan het ene laatste ding zijn deze oorbellen. Echt super leuk. Alleen ook weer zo kut. Dit kan je niet even indoen om te testen volgens mij. Ofwel, nee, het zit helemaal vast. Dus ik weet niet of ik het leuk ga vinden. Ik denk het wel. Ja, ik ga het gewoon openmaken. Fuck it. Ze zijn €12,95. Ja. Nou, voor dit soort oorbellen valt het nog op zich wel mee. Moeten ze alleen wel heel lang heel blijven. Anders is het echt zonde. Oké, there we go. Oh, deze dingen zijn zwaar. Ik vind ze ook niet leuk. Oh no. Ik heb ze al opengemaakt. Kutzooi. Ja jongens, dit is echt niks voor mij. Het is veel te groot. Echt veel te groot. Ze zijn ook zo zwaar. Ik voel ze gewoon in mijn handen. Dan het allerlaatste ding, dit super schattige tasje. Fleur heeft deze ook. Echt, hoe kan het dat wij altijd dezelfde dingen hebben? Maar ik vind hem zo leuk, dus ik ga hem gewoon houden. En dan lopen we maar met dezelfde, want dit is echt een heel handig tasje voor op Ibiza. Want ik wil geen dure tassen meenemen. Omdat er laatst tijd heel veel wordt ingebroken. En ook in het huis waar wij zitten is echt wel een paar keer ingebroken. Dus ik wil liever geen dure tasje mee. En dit is geen dure tasje, maar wel echt een super leuk tasje. Dus ik denk dat ik deze gewoon lekker veel graag gebruik op Ibiza. Dat was, ja, dat waren alle items van mij. Deze heb ik sowieso al gebruikt met de Cape Wear. Dus die ga ik sowieso houden. Nou, verder weten jullie het. Ik zal even linkjes zetten in de beschrijving van Zara. Altijd wel fijn, denk ik. En dan zie ik jullie in een volgende video. En ja, over 2 weken Ibiza, jongens. Over 2 weken Ibiza vlog. Be ready.